De organisatie van verkiezing die gepland staat voor 2025 krijgt hoge prioriteit van de regering in 2024. Dit liet president Chandrika Prasad Santokhi afgelopen donderdag in het parlement weten. Het staatshoofd zegt dat aanpassing van regelgeving rond de organisatie van de verkiezing dit jaar hoog op de agenda staat. Binnenkort zullen we u graag college weer vragen om enkele wijzigingen te plegen in de wet die onlangs is goedgekeurd, omdat er wat hiaten aangetroffen zijn. Maar wij zullen alles klaarmaken en een verkiezingskalender is al ontwikkeld, zodat we de verkiezingen goed kunnen voorbereiden, iedereen betrokken kan raken met goede training en ook een goede organisatie. En ervoor zijn waar wij als land goed, als land in de wereld bekend zijn, dat we goede verkiezingen hier kunnen organiseren. En ervoor laten we die traditie vasthouden. De regering zal volgens het staatshoofd veel tijd stoppen in het trainen van mensen die belast zullen zijn met de organisatie van de verkiezingen 2025.